Yo, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Jullie zullen wel afvragen op welke map zal je nou weer zitten of wat dan ook. Er is een nieuwe map uitgekomen. Het is de Dutch Polderfarm, is natuurlijk uitgekomen. En mij lijkt dat leuk om hier natuurlijk gewoon, zeg maar, natuurlijk wel op, in op te nemen natuurlijk. Ik moest deze veldje even kopen, anders kon ik niks doen, zeg maar. Ik vind het best wel leuk. Het is een mooie map. Ik heb natuurlijk geen spullen gekocht nog. Want hier zit alle spullen in. Alleen ik dacht van, misschien eerst nog even een rondje rijden natuurlijk. Is wel handig natuurlijk. Dus, hallo. Er komt opeens een auto. Misschien zet ik zelf wel de verkeer uit. Maar ik dacht van, gewoon even een rondje rijden. Beetje de map een beetje verkennen. Het is een platte map. Het is gewoon een Nederlandse map. Gewoon leuk, aardig, ziet er vet uit. Ik zal wel ook. Nou, ik ga wel even in mijn cabine zitten. Dat is even wat makkelijker. Ik speel nu alleen met stuur natuurlijk. Want ik ben natuurlijk gewoon even benieuwd natuurlijk. Wat jullie hiervan vinden natuurlijk. Van deze map. Wij doen natuurlijk nu met steengroeven. En dat soort dingen. Maar willen jullie ook gewoon nog een normale map erbij? Met dat wil ik gewoon als normaal farming zeg maar gespeeld. Zo. Nee, maar mij lijkt het natuurlijk gewoon best wel een leuke map, zeg maar. Gewoon, het is niet zo, het is best wel groot. Er zijn 100, wacht even hoor. Volgens mij 108, maar even kijken hoor. Ik heb natuurlijk naar Mike ook de foto gestuurd. 128 velden. Dat zijn het. En er zijn 6 farms. Dus er zijn 6 boerderijen hier. Maar we rijden gewoon even door de map heen. En gewoon een beetje kijken van hoe wat. Ik wil even geld gaan lenen bij de bank. Dus dat ga ik nu zeg maar ook even doen. Want ik wou zeg maar een soort van autootje gaan kopen, zeg maar, om dat zeg maar natuurlijk gebruiken als rondrijkarretje. Ik heb een nieuwe servicewagen gevonden. Ik hoop dat die gewoon we lenen gewoon tot max. We betalen dat gewoon langzaam weer terug natuurlijk als we geld gaan verdienen. En als jullie deze map leuk vinden natuurlijk om te zien. Even kijken, we kunnen maar 500, max 500k lenen. Dat maakt ook niks uit. Kijk hier. Zullen we gelijk een surfstructuur van maken? Ja. Ik weet niet of dat wat het doet. Die er wel op. Geen idee wat dat is, maar
Ja, oké. Ja, wat is een leuke kleur? Ja, ik weet niet. Ik denk dat dat wel een leuke kleur is. En dan even kijken. En dan de velgen gewoon kroon, weet je wel. Gewoon kroon. We rijden nu gewoon even terug naar huis, zeg maar. En dan gaan we gewoon even de auto even oppakken. Maar dan dat is het eigenlijk meer, weet je. Het lijkt mij gewoon leuk natuurlijk om gewoon ook een normale farm te hebben. Om zeg maar daar gewoon mee ook verder te kunnen. Gewoon op ons gemak, weet je. En dat soort dingen eigenlijk. Ja, dat eigenlijk een beetje. En ja, omdat ik natuurlijk zeg maar natuurlijk hier ook of op deze map begonnen ben op de PC natuurlijk. Alleen ja, weet je, ik zit natuurlijk nu vaker op de PlayStation dan op de PC, omdat natuurlijk mijn PC nog steeds kapot is. En ja, weet je, mij lijkt het gewoon leuk om zeg maar natuurlijk gewoon natuurlijk dingen te blijven doen eigenlijk. Gewoon als normaal farm. En als jullie natuurlijk, ik weet je dat jullie ook de steengroeven leuk vinden. En dat soort dingen. En dat gaan wij ook wel zeker wel verder doen. En dat soort dingen. Alleen ik dacht van ja, misschien ook gewoon een losse serie buiten dat natuurlijk. Om ook nog gewoon een normale farm serie te maken. Ik ga even één ding dan even aanpassen. Dat zal... Hier moet ik, dacht ik. Ja. Omgevingsgeluid. Zet gewoon alles even een beetje gewoon op. Nou ja, die mag wel op gewoon. Maar dan kan ik gewoon even via de buitenkant rijden. En net zoals hier. Kijk hier. Is de... Ja. De garage. Even, ja. De garage. En dat vind ik best wel mooi. Want daar staat de auto. Alleen we gaan eerst de trekker natuurlijk naar huis brengen. Dat wordt even gezoekt natuurlijk, maar hey. We hebben gelukkig daar een kaart hoor. Nee, ik vind het zelf een hele mooie map. Ja, en ik zit ook wel te denken om hier gewoon series van te maken. Ja, gewoon een beetje gewoon onze eigen dingetje weer te doen. Gewoon lekker farming. Ja, als ik natuurlijk DLC's erin moet gooien, laat even weten of ik al mijn DLC's erin moet gooien. Wordt het alleen een beetje lastiger natuurlijk voor mij om mee te doen natuurlijk. Maar ja, zoals wat ik nu zelf zie, gewoon ja, 6 farms. Ja, lijkt me wel mooi, weet je. Ik moet natuurlijk sowieso ook een veld erbij kopen, dus daarom heb ik ook sowieso wel wat geld. Eigenlijk meegepakt natuurlijk. Nou, net zoals waar ik nu langs rijd, veld 112 of dat soort dingen. Lijkt me allemaal wel leuk natuurlijk. En misschien hier een extra ingang maken, want om via elke keer via deze ingang naar binnen te rijden, ja, wordt wel een ietsie natuurlijk. Ja, ik vind het best wel mooi. Ja, we kunnen alleen niet heel veel spullen kwijt. Maar ja. Ja. Oké. Ik zet het geluid toch even wat zachter. Omdat het best wel een... een ander soort auto is dan wat ik normaal koop. Maar ja, ik dacht van ja, het is een leuke auto. Misschien had ik die turbo er niet op moeten gooien, dat kan. Maar ja, weet je. Oké, het is een verwarre. die zijn dan rood, oké. Nou, ik vind het best wel een mooie wagen, weet je. Het is gewoon... Het lijkt echt op een service truck natuurlijk.
Ja. We gaan gewoon even een rondje rijden, weet je. Misschien als Mike van een week komt of zo, of wat dan ook. Het legt natuurlijk ook aan of jullie DLC's erin willen gooien. Ik kan er natuurlijk wel één DLC in gooien. En dat is dan natuurlijk de Platinum DLC. Dat we met Volvo's rijden en dat soort dingen. Maar ja, dat zijn zeg maar de enigste dingen wat ik dan wel even in kan gooien. Dus ja, eigenlijk een beetje van de eerste Season Pass kan ik er wel in gooien, maar niet alles. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die Sus Farms, want ja, weet je, ik zie hier natuurlijk ook een farm. Maar ja, dit kan ook de biogas zijn. En dit is ook volgens mij de biogas. Ja, dit is de biogas. Lijkt me wel leuk om te hebben. Maar ja, weet je, ook wel een beetje veel werk natuurlijk. Dus ja, het ziet er allemaal wel leuk uit. Alleen ben natuurlijk een beetje benieuwd naar die 6 farms. Want als we natuurlijk 6 farms hebben, vind ik het wel leuk. Maar we houden het wel bij één boerderij dan. Maar we gaan dan natuurlijk de producten, zeg maar de tractors en de spullen wel op verschillende plekken zetten. Want ja, weet je, dat kleine boerderijtje, je kan je niet echt alles op kwijt natuurlijk wat je kan kopen voor een boer. Dus ja, dat eigenlijk een beetje. En ja. Ja, ik ga ook zelf een privé mapje aanmaken van deze. Want ik vind het zelf gewoon heel leuk om in deze map te spelen. En gewoon een beetje te kijken van wat we wel kunnen doen. En wat we niet kunnen doen. Dit is echt de woonwijk volgens mij. Oh, hier zit de benzinepomp. Oké. Goed en nou. Ja, dan zijn we hier. Nou, dan gaan we deze kant even op. Ja, ik heb even een kleine kaartje open. Meestal rij ik wel even zonder kaart op. Wat dan ook, maar ja, weet je, het is gewoon ook handig om soms even de kaart open. Voor mij aan de linkerkant zit daar een boerderijtje. Voor mij is dit ook een boerderij, dus dan gaan we daar even heen. Hier is wel, je hebt hier wel een boerderij gelijk met een veld eraan. Dus ja, dat is wel lekker, maar ik weet niet of dit een boerderij is. Ja, dit is wel een boerderij, maar dan een soort echt alleen met schuren. Ja. Ja, het is niet dat je ook hier heel veel kwijt kan, maar het is beter dan zeg maar niks natuurlijk. Je kan wel wat spullen kwijt. Ja, daar heb je er ook een. Dus ja. Oh. Hier staat een paalschuim. Nu al iemand gebotst of zo. Ja, weet je, deze map inspireert mij gewoon. Van vroeger gewoon lekker op de polder, weet je. Kijk, ja, ik woon nog steeds in de polder, dat wel. Maar gewoon, het is gewoon net zoals toen, weet je. Gewoon op een boerderij. Ja, gewoon lekker je ding doen in de polder en dan gewoon, ja, het geeft oude vibes terug, weet je. En dat is wel wat ik zoek in een map natuurlijk. Net zoals Drentse Vaart, weet je. Het geeft gewoon oude vibes terug, hoor. En niet omdat het plat is, weet je. Dat maakt me echt niks uit, weet je. Ik speel gewoon elke map. Ik heb bijna alle mappen gespeeld in Farming. Gewoon even gespeeld, weet je. Van een beetje rondgekeken, een beetje gefarmd. Alleen ja, weet je, een map moet wel bij je trekken natuurlijk en bij je passen. En net zo zie je, ja, het is allemaal natuurlijk leuk en aardig natuurlijk. Maar deze map trekt mij wel heel erg aan qua, ja,
qua vijfs natuurlijk. Hier, weet je, gewoon een dammetje. Maar ja, weet je, gewoon dat het gewoon, ja, leuk is. Weet je, en ja. En zo zie je, weet je. Dit is dan een soort van bakkerij, denk ik. Maar er zit bij deze bakkerij zit wel gelijk een dinges bij, weet je. Gewoon gelijk een schuurtje. Dus ja, weet je, je kan wel je heftruck of een dingetje kan je kwijt. En dat is mooi. En je hebt twee uitgangen, dus ja, weet je. Je bent ook niet elke keer verkeerd natuurlijk. Dus je kan gewoon twee kanten eruit als je met z'n vier of vijf speelt natuurlijk op deze map. Maar ja, weet je, het lijkt me gewoon wel geinig om hier op te spelen, ja. Ja. Gewoon een beetje koeien, schapen, kippen. Alles, gewoon alle dieren, weet je. Gewoon alle dieren wat je kan doen. Wat even denken. Ik weet nog wel één ding, hè, op de map dan van, op de PC map dan. Want hier is de winkel dan natuurlijk. Hier was de winkel, ja. Ja, hier was de winkel, dat weet ik wel. Maar, hier... was dat hier of was dat niet hier? Was dat die kant op? Ik weet het eigenlijk niet meer, want ik weet dat ik toen naar rechts ging en toen naar links. Toen ben ik... maar ja, weet je, het kan ook gewoon zijn dat het nu daar is, maar... Bij mij zat de boerderij eerst heel ergens anders. En volgens mij hebben jullie dat wel gezien bij mijn allereerste mappie natuurlijk. Wat ik speelde. Of laten zien de... Dat ik dacht van, nou weet je, we gaan daar een serie van maken. Maar ja, toen zat de boerderij niet daar. Toen zat hij vlakbij de winkel. Maar weet je, wij kunnen altijd nog wel een extra plaats gebruiken natuurlijk. Dus ja, we kunnen altijd zeggen, we kopen alle boerderijen hier. En die gaan wij natuurlijk gewoon met z'n twee onderhouden. Of, ja, weet je. Als het lukt natuurlijk, maar zoals nu, deze boerderij is ook wel mooi. Alleen ik zit natuurlijk te denken om zeg maar hier, dan zeg maar dit stuk, extra ingang te maken voor de boerderij. Dat je ook gewoon hier kan parkeren en dat soort dingen. Want ja, dat is natuurlijk wel meer. En ja, weet je, ik vind dezelfde map wel goed. Nou ja, dit is dan de boerderij eigenlijk. Dit zal de... Voor mij is dit een koeienstal. Even kijken hoor. Ja, koeienstal. Ja, dit zal ook een koeienstal zijn. Ja, ook een koeienstal. Maar dit is dan een dichte koeienstal. Dat weet ik wel dan. En ja, nou oké, hier kan er ons seeds in gooien. Nou, we hebben een sondeertrekker, we hebben een Klaas verrijker, we hebben een Duits vercombijn natuurlijk. Ja, een Duits combijn, een mestverspreider, een opraapwagen, een grasmaaier, een ploeg, een schudder, een hark. Nou ja, mest, een zaad of een zaaier. En natuurlijk een ploeg. Maar die gaan we allemaal inruilen voor wat anders natuurlijk. Ja, ik wil zeggen natuurlijk bedankt voor het kijken. Want ja, ik weet nu niet zo gauw wat ik moet gaan doen. Maar ik wil zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En ik zie jullie de next time. Zo zijn ze. Eten lekker. Yo.